Goedenavond luisteraars, dit is de uitzending van Marja Hoesmit. En vandaag gaan we het hebben over paardenkracht. Deze song die net gespeeld is, was van Joe Cocker. You are so beautiful. En zo voel je ook als je zo meegezongen wordt. Er zijn al gezellig verschillende mensen op de chat. Ik heb er zin in. Ja, en dan ga ik gewoon eens even kijken wat voor een paardje ik aan andere mensen kan geven. Eens even kijken, alles staat aan. Ja, oké. Okay. Dan is gebrek aan geluid niet van mijn kant. Ja. Weet je, we gaan gewoon lekker bepaalde dingen met paarden bespreken. Ik was afgelopen zondag op een beurs in Zwolle en er kwam een vrouw naar me toe die vertelde dat haar paardje dus overleden was. En dat ze daar heel veel verdriet van had. En het leuke was, ik zag dus dat paardje en het was een heel apart paardje. En die liet dus naast zichzelf ook een manier zien waarop die aan het praten is, waarop die aan het communiceren is en waarop die verbinding met andere mensen maakt. Het is mij al vaker opgevallen dat paarden, als er een foto van gemaakt wordt, heel veel orbs aanwezig zijn. En die orbs zijn eigenlijk ook iets wat weergeeft hoe die paarden reageren en hoe die paarden reageren, hoe die paarden doen. En ik ben ervan overtuigd dat ook als je dus in contact komt met de paarden, dat je een heel hoog spiritueel bewustzijn krijgt. En daarom is het zo dankbaar om met die beesten te communiceren. Daarom is het zo dankbaar om met die beesten samen één te zijn. En daarom dacht ik van, waarom niet? Waarom zou ik niet een reading geven aan mensen over paarden, over hun eigen paardenkracht en hoe paarden daarop reageren en wat je ervan kan leren? En ik zeg al van, ik zit hier in een veld met allemaal paarden, allemaal verschillende paarden. En die willen allemaal aan beurt, dus dan gaan we gewoon eens kijken wat die paarden ons te vertellen heeft. En dat het ook zo apart is hoe paarden dus daarin reageren op hoe wij mensen zijn en hoe wij in het leven staan. Dus vandaar. Goed. Nou, dan ga ik gewoon eens even kijken. Nou, wat ik doe is nu, ik ga gewoon even diep naar binnen. En het allereerste is een schimmel. Een schimmel die dus in feite in het maanlicht zich laat zien en op de beide achterste poten staat en bovenste omhoog staat. Ze is een heel mooie paard, witte paard, maar heeft ook nog iets heel eigens, iets woest, iets van eigen vuur en eigen leven. En dan zie ik daar de energie van Maaike bij, van Aurelia bij. Deze paard wil eigenlijk laten zien dat hij ontembaar is. Dat hij dus daarin in zijn eigen kracht staat. En dat hij niet zo graag wil weergeven anderen om te volgen, om te laten zien wat het werkelijk is. Maar zijn emoties zijn oprecht. Zijn gevoelens zijn tastbaar. Ook voor de omgeving.
En vanuit die gevoelens reageert hij primair op zijn buitenwereld. En daarin laat hij ons meevoeren in de flow van het leven. We gaan er niet tegenin, we gaan er gewoon in mee. En dan gaat het stromen. En dan kan er gewoon van alles gebeuren. En het paard zegt ook van... Het enige wat je moet doen is naar je originele ik gaan en kijken wat die te vertellen heeft. Het enige wat je moet doen is met de stroom meegaan en alles zal je toelachen. Dus ja, dat is in principe wat dit paard jou te zeggen heeft. Wat is niet mooier dan een stel paarden in de wei die dus de ruimte hebben om te kunnen draven. Meestal is de weide hier in Nederland veel te klein en kan een paard amper galopperen. Maar als ze eenmaal de ruimte hebben, dan is dat een heel mooi gezicht. En juist de paarden die hebben ook een heel goed communicatie met elkaar en een goede verbinding met elkaar. En ze zullen één leider uitzoeken die ze volgen. En daarna voelen ze zich veilig. Voelen ze ruimte. En zullen ze overal naartoe zwermen waar ze maar willen. Juist die leider is heel belangrijk voor hun. Omdat ze daarin dus verder de ruimte krijgen om hun eigen ding te doen. Om hun eigen... stroom te volgen, om hun eigen bewustzijn te volgen. En dan lijkt het gewoon alsof een paard heel volgzaam is. En dat is het ook. Maar aan de andere kant is het paard wel heel duidelijk bewust van zijn kracht en van wat hij wil. En laat hij ook heel goed zien aan anderen wat voor signalen hij doorkrijgt en waarin hij jou wil volgen, ja of nee. En dan kijk ik naar Guusje en dan denk ik van, hey Guusje, waarin ben jij je leider en waarin wil jij geleid worden? Want dat laten de paarden heel duidelijk zien. En ze laten heel vreugdevol zien dat ook al zal je dus een ander volgen, je ook een stuk gelukkig en rust kan vinden om de dingen te laten stromen en door naar je eigen kracht toe te gaan. Guusje, ik denk zelfs dat de paarden die je nu laat zien, dus in feite zegt van, we doen het samen. Het is een samenspel. En als je dat goed doet, dan heb je respect en openheid naar elkaar toe. En dan zal het stromen en dan zal er dingen gebeuren. En zo zal je niet het gevoel hebben afhankelijk te zijn van de ander, van anders wil, van anders grillen. Maar dan weet je dat je samen een stuk creëert en daarin ook meer ruimte voor elkaar geeft, aan elkaar geeft. En dat, Guusje, denk ik dat dat in jouw leven een fase is waarin je dus een stuk geluk naar je toe kan halen. Niet om tegendraads te reageren, maar juist om het stuk verbinding daarin op te zoeken. Dus dat voel ik bij deze paarden. Want dat zijn er niet één, het zijn er meer. En dan kijk ik naar Shaska. En als ik naar Shaska kijk, dan kom ik een donkere Friese, een Friese paard tegen. Friese is daarbij. Heel parmantig, maar ook heel groot. En die grootte is in feite de energie ook van een knol die in feite heel stoer en stevig op zijn benen staat. Deze paard heeft elegantie. Ja, ik vind gewoon dat hij heel statig zich reageert. Maar ook
sterk is. Heel veel uithoudingsvermogen heeft. En heel veel kracht heeft. En deze paard zegt aan jou dat je dus, dat die kracht van binnen mag voelen. En niet alleen de kracht mag voelen, maar ook in beweging gaan met de sterkte en de kracht die het paard dus naar buiten brengt. Hij wil voor je werken, hij wil voor je ploeteren, hij wil dus jou helpen. En daar is hij heel erg van overtuigd dat hij dat wil doen. Hij houdt andere mensen op een afstand. Hij houdt dingen op een afstand. Hij kiest daarin zijn eigen mensen waar hij dus dingen voor wil gaan doen. Het is niet zozeer dat hij open is voor iedereen. Maar voor speciale mensen zal hij zich wel openstellen en zal hij wel helpen om naar om voor te werken. En dan zeg ik van, dan verdien jij een stuk respect. Dan verdien jij een stuk samen zijn. Dan verdien jij een verbinding. En dit paard helpt jou om te verhogen, je energie te verhogen. En bewust te worden van je eigen kwaliteiten. Dus ja, dat is wat ik aan jou wil zeggen. En dan gaan we eventjes. De uitzending gaat over paardjes. En er staan een stel. Je moet je maar zien dat ik in een weide sta. Met allerlei soorten paardjes. En dat die paardjes ook een bepaalde boodschap willen meegeven. En de volgende paard is voor Kristal. En als ik dat zie, dan is het een paard dat ze een beetje, het is niet schimmelachtig, maar het is wel een grijsachtig paard. Het heeft wat van die zwartachtige stippen. En is daarin best wel heel vriendelijk. Dit paard, ik heb ook het gevoel dat dat niet alleen Nederlands bloed heeft, maar ook Amerikaans bloed. Het lijkt net alsof daarin het paard wil zeggen van, ik ben de kracht zelf. En ik wil mijn kracht met je delen. Zoals Christel zei, het is een Appaloosa. En die paard is heel sterk. Maar doe dat niet op de manier zoals wij dat doen, maar doe dat op een hele speciale manier. Het lijkt net alsof die uit de natuur zijn kracht haalt om juist één te worden met de kracht die er al is. En van daaruit zijn inzichten krijgt. Laat zien hoe die met de dingen om moet gaan. Dit paard wil jou dus laten zeggen van, het gaat niet om brute kracht, het gaat niet om doorzettingsvermogen, maar het gaat erom dat je één wordt met je omgeving. Vanuit de eenheid komen er dingen naar je toe en zal het ook makkelijker stromen. En dan zal het ook makkelijker jou helpen om in je kracht te staan. En als jij gevuld bent met die magnetische kracht, die ook die Appaloosa voelt in zijn omgeving, zal je merken dat je gedreven wordt naar één richting. De richting die goed is voor jou. En dat kunnen anderen ook niet bepalen, daar moet je zelf bepalen. En die Appaloosa die zegt van, ik snap je heel erg goed. En ik sta bij je, zodat jij je keuze kan maken. Dus, dat is wat ik had. Guusje zegt van, ik wist niet wat voor paard ik had. Het is een lichtbruin paard. Maar het is juist de eenheid van de paarden
was in jouw reading het belangrijkste. Dus vandaar dat ik het niet echt op één paard ben doorgegaan. En dan ga ik weer eventjes een plaatje draaien. Celine Dion, how do you keep the music playing? Zo, Celine Dion. How do you keep the music playing? Zo bijzonder. Oké. Dan ga ik weer even verder. Met mijn paardenreading aan. De paarden die komen en stuiven voorbij. En de een is heel krachtig. En de ander die is heel gevoelig en sensitief. En ik heb in mijn leven toch al verschillende soorten paarden mogen zien en mogen voelen. En de volgende is voor Ada en is een halflinger. Dat is dus een lichtbruin paard met een ruige huid. Een halflinger is dus een paard dat heel speels en open open zich laat zien en daarin ook laat stromen. En halflinger is dus een paard dat graag vanuit zijn speelse momenten contact met jou opzoekt. En die paarden die zeggen dus van kom je mee spelen, kom je mee bewegen, kom je mee plezier maken. En aan de ene kant heeft dat heel veel kracht. Aan de andere kant heeft het heel veel speelsheid. En ook een kinderlijke onbezorgdheid. Maar ze weten donders goed waar ze mee bezig zijn. Want ik heb eens een keer bijna voor een, voor een paard viel ik. En dat paard kwam met een vaart naar mij toe. En toch bleef hij op afstand. En toch bleef hij voorzichtig zijn naar mij toe. En dat vond ik op zich gewoon heel bijzonder. Voor jou, Ada, geeft het dus ook aan dat je dus het speelse aspect mag voelen en ervaren. En ook het gewoon meegaan in je intuïtie. Het gewoon volgen van je hart. En er zijn maar weinig mensen die dat durven te doen. En het paard vraagt aan jou om je over te geven. En vanuit je hart de dingen te voelen en te ervaren. Dus, vandaar. Dus, Ada, als jij de weide ziet, ga spelen, huppelen. Want dat is wat paard aan jou wil laten zien en met jou wil delen. Goed, dan ga ik naar Lisette toe. En bij jou zie ik een wat roodachtig paardje. En ik moet zeggen rood vosje. Maar ik weet helemaal niet of die bestaat. Dat is wat ik doorkrijg. Het is een paard dat dus vurig is. En dat graag het initiatief neemt. En graag in beweging blijft. Hij wil jou meenemen. Hij wil jou meetrekken naar een stuk beweging. Naar een stuk ruimte. En hij vraagt ook of jij de ruimte helemaal wil innemen. En voor jezelf. Want hij vindt dat je af en toe wat achteraf reageert. Net alsof je heel bedachtzaam bent in wat je doet. En dat kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar dit diertje wil jou meenemen, wil jou mee laten stromen in volle glorie, in vol galop, in vol energie. En ook al zou je er alleen maar aan denken, dan zou jij toch ook die energie zelf kunnen voelen
en zelf kunnen laten stromen. En dan is het goed. Dus dat is de boodschap voor jou. En ik ga gewoon weer een plaatje draaien. En ik dacht eraan van Rihanna. Yeah, I said it. Ja, en voor de volgende heb ik een hele donkere zwarte paard. Maar dat is niet een Fries paard, maar het is een ander soort paard. Heeft Arabische trekken, maar is het niet. Ik weet niet precies hoe die Spaanse paarden eruit zien, maar het zou eventueel een Spaans paard kunnen zijn. Het is een donkere en gracieus paard en is oerkrachtig, maar ook gracieus. Hij wil ook heel duidelijk laten zien dat hij veel te vertellen heeft en dat hij gewoon heel krachtig en heel eenzijdig bepaalde beslissingen neemt, bepaalde richting opgaat. Heel rechtlijnig, rechtdenkend lijkt het net. Zo voelt het bij mij. En als ik kijk voor wie die is, dan moet ik naar Wil toe. En ik heb het gevoel dat een soort van Black Beauty, zegt Guusje. Nou, dat kan natuurlijk heel goed. Wil, dit paardje is zo gracieus. Wordt vaker ook voor jong leren. Nee, hoe heet dat ook alweer? Kom er niet op. Maar voor bepaalde dansen en dansnummers gebruikt. Ik kan daarin ook heel statig reageren. En in principe is het niet altijd even makkelijk om contact te maken met het paard. Daar moet je meer moeite voor doen. Maar als je dat eenmaal doet, dan merk je dat het paard heel erg trouw is en jou in heel veel dingen wil helpen en ondersteunen. Toch is de boodschap wel bij jou dat het paard jou wil meetrekken naar een stuk dansen, naar een stuk beweging. En wil ook een stuk vuur met je delen, want dat heeft hij genoeg. En het kan hoog springen, het kan ver springen en het kan ook rennen als een gek. En dit paardje wil van jou dus dat je dus ook meer in beweging komt en ook meer plezier in het nu gaat maken. En ik zeg al, ook al zou je behinderd zijn om heel veel wilde sprongen te maken, toch zal het paardje jou helpen om je beweging te voelen en te ervaren en van daaruit dingen te laten stromen. Nou, en dat is eigenlijk wat ik dus bij jou voel. Ja, ik dacht inderdaad dat het een Andalusje was. Ik ga eventjes naar de link kijken. Ja, dit is niet de precies die ik zag. Ik zag een wat donkerder paard. Dus, dan is het geen Andalusje. Maar ik zie daar gewoon een Spaanse godin op zitten. En van daaruit dingen te laten stromen. Dus dit is voor jou wil en het wil net zoals bij Lisette je meenemen in de beweging. Goed, een volgend paardje is voor Erik en het is een Zeeuwse knol en dat is een licht bruin paardje, heel stevig op zijn benen. En werd vaker in de landbouw gebruikt om de ploeg aan te trekken. Erik, dit beest is betrouwbaar. En als je denkt dat dit beest niet vooruit te branden is, dan heb je het mis. Want ik ken gevallen dat deze paard vooral in vroegere eeuwen dus grote afstanden kon bereiden en jou ook heel erg sterk kon helpen om
jouw plannen te vervullen. Jou te helpen om in grotere afstanden je ergens naartoe te brengen. En ik denk, Erik, dat deze paard jou laat zien wat ploegen is. En laat zien dat hij keihard kan werken, dat hij heel erg sterk is. Maar dat hij ook dus jou helpt door bepaalde moeilijke stukken heen. En het lijkt net alsof hij zegt van, maar we gaan het samen doen. En juist die doorzettingsvermogen van dit paard, daar wil die met jou verbinden. En dat is dus in feite wat dus bij jou hoort, Erik. Dus daarin wil die dus bij je zijn. Dit is al een oudje. Het is een lied van Brad If. Ja, wat mooi is dat, Brad. Dat is al een tijdje terug. Ik ga dus nu dus kijken naar paarden. Paardenenergie. En paardenenergie geeft dus een stuk paardenkracht. En dit is gewoon een paard van alle rasje. En heeft dus heel veel invloeden van andere paarden. Maar toch ook zo lief. En de moedergevoel ook zo bijzonder. En wil daarin haar liefde naar jou toe delen. Is zeer verantwoordelijk. En voelt ook wat jij nodig heeft. En deze paard is voor Blue Lion. Als ik met me verbind met het paard, geeft het je rust, geeft het je dus ruimte om jezelf te zijn. En dit paardje heeft sowieso een liefdevolle relatie met jou. Maar daarnaast wil het ook jou helpen om jezelf te zijn, om jezelf in beweging te zetten, om zelf dingen te doen. En liefdevol als een moeder geeft ze jou de ruimte om te experimenteren en om in beweging te komen. En er wordt ook gezegd van het is de bedoeling dat je dit paard ook meeneemt. Het is een allegaartje, zeg ik. Het is gewoon een allerrasje. En, maar dat maakt het niet anders. Het is dus een paard dat in feite heel veel kenmerken van liefdevolle aanwezigheid heeft. En ik weet niet hoe jouw relatie is geweest met je moeder, maar het lijkt net alsof die jou als een soort van kind jou een stuk ruimte wil geven. Ruimte om je te ontwikkelen. En ook liefdevol laat experimenteren om dingen voor jezelf te doen. En het paard is heel volgzaam. Maar gewoon ook liefdevol. En daar pakt hij jou gewoon bij de hand. Het grappige is, Blue Lion, dat ik het gevoel heb dat jij ook met paarden zou kunnen praten. En dat je dus telepathisch al contact met dit beest maakt. Oh, mijn computer begint heel erg te snorren. Mocht de computer ineens uitvallen, dan weten jullie dat het door de hitte komt. Goed. Maar probeer zoveel mogelijk het wel vol te houden. Eens even kijken. Ja, ik kan er verder niks aan doen. Hij blijft er dus heel hard ratelen. Anders had ik hem dus niet uitgedaan. Maar goed, tijdens een uitzending kan ik dat niet doen. Ik zie wel. Blue Lion zegt van, ik heb ook wel dingen met paarden meegemaakt. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Goed. Ik schrijf hem even op. Dan ga ik naar Josefina toe.
zie bij jou een donkerbruin paard. En het is een Arabische schoonheid. En wauw, wat heeft hij kracht. Maar laat hij ook een vaart zien. Hij is goed om sneller bewegingen te maken. Om sneller beslissingen te maken. En wil jou eigenlijk heel snel meenemen naar een stuk land, naar een stuk openheid, waarin je weer gelukkig en open kan voelen. Het lijkt net alsof dit paard jou een goede trouw wil geven en zeggen van, het komt goed en ik zal jou meevoeren naar een land, naar een wereld waarin jij dus belangrijk bent, waarin jij dus in beweging gebracht wordt. En niet alleen in beweging gebracht wordt, maar het lijkt net alsof hij jou uit de sfeer wil halen van waar je nu in zit en weer het avontuur wil laten ontdekken. En dat avontuur, dat zit in je, maar het lijkt net alsof het soms gewoon zo moeilijk gaat om er werkelijk voor te zijn. Dus ja, eigenlijk zegt dit paard van kom op, wij gaan een race samen plannen en we gaan ervoor. Dus dat is wat ik zie, Josefina, en zo gaat het ook stromen. En dan ga ik dus eventjes een plaatje draaien en ik denk aan Ella Henderson, Beautiful and Finished. Ja, je wordt er gewoon stil van, Beautiful and Finished. Wat is die mooier dan dat? Het paardje wat ik nu zie is dus voor Elise. En eigenlijk is het een Schots paardje of een Schotslandse pony. En die zijn nogal breed, maar ook klein. En het grappige is, je kan daarop rijden, maar het is meestal meer voor kinderen bedoeld. Ponies. Zijn meestal iets kleiner, waardoor ze dus minder kracht kunnen meedragen. Maar let op, er wordt vaak gezegd dat ze wat zwakker zijn, maar dat is helemaal niet het geval. Het is juist een heel krachtig beest. En ja. Alleen, je bent met je voeten dus vaker vlak bij de grond. En dat geeft je jou dus extra zekerheid en de mogelijkheid om niet alleen met je handen te sturen, maar ook met je voeten te sturen. En zorgt er ook voor dat je minder makkelijk eraf gaat. Oké, maar daar gaat het helemaal niet om. Dit is een paard dat in feite dus een hele sterke verbinding heeft met de aarde. Heel sterk verbinding heeft met de natuur rondom hem heen. En het is niet voor niks dat ze het Shetland ponies genoemd worden. Omdat ze dus juist vanuit een stuk kou en hoogland aanwezig zijn. En jou daarin, het is een ander klimaat waarin dus meer kou en dingen aanwezig zijn. Ik heb het gevoel dat dit paard dus jou wil helpen om een betere verbinding met de aarde te maken. Dat je dus een zekerheid hebt om je stappen te nemen en dat je dus daarin een valnet hebt als er iets verkeerd gaat. Deze pony wil jou helpen om afstanden te maken. Dus te gaan wandelen en dingen te gaan doen met veel plezier. Maar zegt ook dat doordat hij zo wat kleiner is, jou beter kan behoeden voor bepaalde risico's die een avontuur met zich meebrengen. En als je dat doet, dan zal die jouw maatje zijn. Dus vandaar. En de volgende die ik nu doe is Uren.
En als ik naar Uren kijk, is het een grijsachtige, zelfs een beetje blauwachtig paard. Als je er goed naar kijkt, heeft een blauwachtige gloed. Ik weet niet precies of dat paard bestaat, maar hij laat zich zo zien. En misschien denk jij van, oh heve hip, dat is het paard. Hij is sensitief, heel gevoelig en laat ook contact met de maan zien. Het is een paard dat ook heel veel genezingskracht in zich heeft. En dat mensen ook helpt om de inzicht te krijgen in hun eigen doen en laten. En zorgt er dan ook voor dat ze daarin dus beseffen dat ze meer waard zijn dan wat ze zich voorstellen. Het lijkt net alsof dit paard jou dus in het licht wil zetten van er mogen zijn, in het licht mag zetten, want het gaat niet alleen om mogen zijn, maar ook vanuit een bepaalde gevoelswaarde, gevoelsenergie. Het lijkt net alsof je met dit paard je hart meer mag openen en dat je van daaruit meer de zekerheid krijgt dat je het goed doet en dat het mag stromen. Dus vandaar. Dat is ook, Uren, dat het belangrijk is. Uren zegt van, alleen de hoorn ontbreekt. Ja, precies. Zoiets denk ik dan ook. Maar dit paardje is al langere tijd bij je en zal je ook helpen in deze fase. En dan is het gewoon goed. Het is sowieso goed. Want we zijn hier om ons eigen leven te vorm te geven. Om echt te zeggen van, dit ben ik en zo laat ik het gebeuren. Moon in water. Karunesh. Karunesh. Moon in the water. En wat we ook doen, we creëren daarin een stuk van onze eigen toekomst. Wat voor de ene toegankelijk is, hoeft voor de andere niet te zijn. Maar we zijn in energie ook allemaal verschillend. En we zoeken daarin onze plekje op waarin we dus onszelf kunnen zijn. En de volgende paard is voor Marianneke. Ik denk dat ze dat morgen waarschijnlijk wel zal beluisteren. Maar bij haar hoort eigenlijk een paard die een Braziliaanse Amazone met zich meedraagt, waarin die door de oerwoud heen ten strijde gaat. En wat ik zie bij het paard is dat je dus heel duidelijk en heel krachtig moet gaan zitten om dus echt één te worden met de benen van het paard, waarin er heel veel kracht gezamenlijk mag ontstaan. En het lijkt net zoals de Amazones in het gebied, dat de vrouwen die dus daar op het paard zitten, dus wel degelijk weten waar ze mee bezig zijn. Wel degelijk weten wat er belangrijk is. En dan wordt er gezegd dat die Amazones dus op jacht gingen en beesten gingen jagen. Maar eigenlijk is juist die eenheid van het paard en de persoon heel belangrijk. En als dat synchroon loopt, dan lijkt het net alsof het meer mag stromen. Dan lijkt het ook net alsof je meer naar openheid mag gaan. Dat je alsof je meer bewust bent van de energie die de omgeving op jou aan jou afgeeft. En dan voel je geen afscheiding meer, maar dan voel je eenheid. En dit paard wil je daarbij helpen om juist die verbinding te voelen. Dan ga ik naar Jack toe. En als ik naar Jack toe ga, dan zie ik gelijk een cowboy op zijn paard
die dus in feite in Arizona of in andere states van Amerika de koeien naar boven naar de lakes toe brengt om daar verkocht te worden. En dat is een hele lange distance, een hele lange reis. Maar het is ook genieten van de weersomstandigheden. Het is ook genieten van van het paard en van de omgeving en van het buiten zijn. En het lijkt net alsof je daarin steeds meer ruimte naar jezelf toe brengt. Jack, die vrijheid heb je af en toe nodig. Het lijkt ook net alsof je dus waarschijnlijk in een vorig leven ook die energie ook heel duidelijk gevoeld hebt. Je hebt ook nodig dat je dus één mag worden met een paard, zodat je dus even de rest van de beslommeringen van je af kan zetten. Het lijkt ook net dat je dus met dit paard dus kan genieten van wat er is. Kan genieten van de buitenlucht, kan genieten van alles wat er rondom je heen gebeurt. En juist die energie van bewegen, in galop, galopperen, de wijde wereld in. Juist die snelheid van er mogen zijn, er mogen stromen, de wind door je haren voelen en de vrijheid tegemoet. En dat is eigenlijk wat voor jou deze paard ook geeft. Het stuk vrijheid, een stuk ruimte, het ruige leven, maar ook puur en echt. Dus dat is in feite wat ik juist aan jou wil meegeven. En dan ga ik naar Tayla toe. En als ik mij verbind met Tayla, zie ik een lichtbruin paardje. Ik weet niet precies wat voor een paardje het is, maar dat doet er ook niet toe. Het lijkt een beetje op een halflinger, maar is het niet helemaal. Het heeft wat ook energie van een Arabisch paard. Dus het is niet alleen ruige huid, maar heeft ook een stuk zachtheid in die huid. Het is een bijzonder speels, maar ook mooi paard. En het is ook een vrouwelijke paard die hoog op haar pootjes staat. Of benen. Het paard heeft lange, geelachtige manen. En van daaruit ziet het spontaan de wereld in. Het paard dat niet denkt aan hindernissen, denkt ook niet aan problemen, maar denkt juist in avontuur en mogelijkheden die er kunnen ontstaan. En Tayla, dat is ook precies wat hij aan jou zegt van durf het avontuur in te gaan en durf jezelf in beweging te zetten. Ook al weet je de uitkomst niet. Want dat kan wel eens heel verrassend zijn. Je begint een avontuur op één stuk en dan is het de vraag waar je het volgende moment aanwezig bent. En juist dat zorgt er eigenlijk voor aangename verrassingen. En dat is in feite heel erg duidelijk wat bij jou op dit moment past. Dit is de Carpenters met Yesterday Once More. For my favorite song, isn't a fan that not so long ago. Not ethic again.
lonely friend. Heavy oars to shore. Every shing-a-ling-a-ling had it started to sing still far. Lose you to the floor, and then just in my heart. It make me sweat. It's like before, it's yesterday once more. It's yesterday once more. Let the started to sing still far. Free sha la 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 free oh oh Zo, dat was een oudje. Maar ik vind het ook wel eventjes heel erg leuk. Dus ik kon er lekker even mee zingen. Goed, daar hebben jullie niks van gehoord, want de microfoon was uit. Oké, ik ga dus verder met mijn verhaal van de paardjes. En wat ik nu zie is een zwarte merrie, hartstikke zwart, dansend in het maanlicht. Zwart als de nacht, maar oh zo speciaal. Het zorgt ook voor een stuk luisteren. Het zorgt er ook voor een stuk verbinding op een dieper niveau. En dan ga ik even kijken bij wie hoort hij thuis. Ik denk dat hij bij Jacqueline thuis hoort. Ja, Jacqueline, deze paard wil dansen in de nacht en is daar niet bang voor, maar gaat daar, lijkt net alsof die nacht ogen heeft en heel ver in de nacht kan zien hoe die moet stappen en waar die moet lopen. En eigenlijk wil dit paardje jou meenemen in een stuk verwerken van een stuk angst. Angst om je te bewegen. Hij zegt alleen maar van hou mij maar vast. Dan gaan we het samen doen. Dan gaan we samen bepaalde dingen
aan en hoef je niet bang te zijn voor wat de uitkomst is. Dus, lieverd, dat is Jacqueline, wat juist dit paard jou wil laten zien. Dat paard is nergens bang voor, maar weet wel jou op een veilige manier door het landschap heen te leiden en daar te laten komen waar je eigenlijk oorspronkelijk zou willen. Dus dit is jouw paardje, dit is jouw kracht. En dan ga ik naar Annie toe. En als ik het paardje van jou, Annie, zie, is dat een paard dat hinnikt. Een paard dat ook naar jouw keel toe gaat en in feite zegt van je mag bepaalde dingen echt wel naar buiten brengen. Dat, je mag het best wel zeggen. En het lijkt net alsof dit paard... ja, ik moet even vragen aan hem hoe hij zich verder wil laten zien. Want ik zie alleen een paard dat hinnikt. Ik heb het gevoel dat het dus een grijsachtig paard is. En dat hij daarin heel duidelijk in de gaten heeft wat wel goed is en wat niet goed is. Weet zijn omgeving op een duimpje en weet ook waar hij naartoe wil. Maar wil altijd jou helpen om daar te komen waar jij naartoe moet. En niet waar hij naartoe moet, waar jij naartoe moet. Het lijkt net alsof hij ook zegt van, hou mij maar vast. En ga eens mee met de wind die er rondom je heen aanwezig is. Het lijkt net alsof je meer moet spelen met de natuur en de omgeving rondom je heen. En dan voel ik dat je longen ook meer met lucht zich gaan verbinden. En ook dat je dus dieper je ademhaling gebruikt. Het paard is nergens bang voor. En zal je ook leiden naar moeilijke gebieden om te trotseren. Om te zeggen van oké, dit hebben we dan ook maar weer gehad. Ik denk dat Annie, dat dit paard jou meeneemt om een stuk angst te overwinnen en te zeggen van je mag zijn wie je bent en je mag kiezen wat je wil. En het gaat niet om de ander, maar het gaat om jou. En het paard daagt je uit om meer van je te laten horen, om meer te zeggen hoe jij het voelt, hoe jij bepaalde dingen aangaat. Dus vandaar. Volgens mij heb ik er hier nog eentje en dat is Harmanna. Nou, dat ga ik zo meteen doen naar het plaatje die ik nu ga draaien. Stranger to Stranger, Paul Simon. Oké, Harmanna, je bent de laatste. En als ik me ga verbinden met een paardje, is het een paardje dat zelf ook hulp nodig heeft. Het lijkt net alsof jij dan ook makkelijker je kan verbinden met een paard. Als een paard hulp nodig heeft, dan zal jij je eigen verdriet makkelijker kunnen vergeten. En zal je ook makkelijker in de energie van het paard verbinden. Het lijkt net alsof het paard dus jou zegt van geef me je liefde en geef me je aandacht. En dan moet ik eigenlijk direct kijken naar die paarden die dus waren afgedwaald en op een eiland terechtgekomen waren en er niet meer afkwamen. Dat was ergens in Friesland, bij Marpum geloof ik in de buurt. Ik heb ze later nog opgezocht. En één paard vond het belangrijk om in mijn huid te bijten. Dat was wel heel apart, hè? En daar schrok ik eigenlijk ook van. Maar
er waren paarden bij die gewoon heel veel moeite hadden om weer bij hun eigen aarding te komen, bij hun eigen bewustzijn te komen, bij hun eigen ik ben te komen. En ik heb ook het gevoel dat ze daar dus ook niet zo ontzettend goed stonden, omdat ze dus meer de ruimte nodig hadden. Desalniettemin, ik heb het gevoel dat dit paardje jouw hulp nodig heeft. Dat je hem kamt, dat je hem dus borstelt, dat je hem vertroetelt, dat je hem af en toe een worteltje geeft. En dat je hem dus, want dat vindt hij leuk, daar geniet hij van. En dan is het ook gewoon een clown. En doet hij rare streken en is hij heel uitbundig aan het dansen en aan het vieren. En ik heb het gevoel dat het juist daarom gaat bij het paard. Dat jij uit dat kokonnetje mag klimmen. En dat je dus daarin bewust mag genieten van de wereld die er rondom je heen aanwezig is. Het paardje weet heel goed waarvoor jij uit jouw kokonnetje wil gaan. En dat is in feite wat paardje ook nodig heeft. Een paardje heeft dus verzorging nodig. Een paardje heeft jouw hulp nodig. Maar het is als een symbiose. Hij helpt jou en jij helpt het paard. En zo komen jullie verder en gaan jullie samen dus het avontuur beleven. Goed, dat was het voor vandaag. 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 Was het.